hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 14 februari, oftewel Valentijnsdag. Even kijken. Ik ben vandaag dus wakker geworden door de deurbel. Want ik heb vandaag 3 pakketjes gekregen. Geen Valentijnspakketjes of zo, maar ik heb nog een paar PR-pakketjes binnengekregen. En toen ging de deurbel daarna nog 4 of 5 keer. Maar dat komt dus omdat allemaal pakketjes van de buurmannen bij mij worden bezorgd. Want ze hebben allemaal Valentijnscadeautjes voor hun vrouwen. En ik heb het maar even allemaal aangenomen. Maar ja, dan komen de mannen dus weer aanbellen om een cadeautje op te halen voor hun vrouw. En zo ben ik eigenlijk best wel een tijdje bezig geweest. Ik heb net gedoucht. En toen ging de deurbel weer. Toen moest ik zelf even mijn badjas aan doen om open te doen. Toen ik echt nog nat haar had, alles. Om het pakketje te geven aan de laatste buurman. Die had volgens mij van die ballonnen voor zijn vrouw gekocht. Hartjes. En als je zeg maar de doos open doet, dan komen die hartjes er zo uit. Wel echt heel schattig. Maar goed, dat is het begin van mijn Valentijnsdag. En trouwens, vandaag helemaal niks vieren. Nee, ze heeft echt een heel drukke agenda. En ons boeit het eigenlijk niet of we het vandaag wat gingen vieren of over een paar dagen. Dus ja, ik heb gewoon een heel relaxte Valentijnsdag. Ze hebben helemaal niks gepland. Helemaal niks gekocht voor elkaar. Ik ben vandaag eigenlijk zo goed als alleen thuis. Dus ik kom straks even thuis. En daarna moet hij helemaal richting Groningen voor een optreden. Dus ik ben eigenlijk alleen met Valentijnsdag. Zo, ik ga nu even editen. En snel ontbijten. Ik heb crackers met avocado, garnalen en zelfgemaakte dressing, gemberschotje en water. Ik ben klaar met editen en ik laat je mijn eerste pakketjes zien. Ik heb weer de dagcreme gekregen van Image Skincare. De cleanser van Image Skincare. Dit is de Ormatic Cleanser. Verder heb ik deze weer gekregen. De Vital C Serum. Die gebruikte ik eigenlijk al niet meer. Ik ga hem gewoon opnieuw gebruiken. Verder, waar ik echt super blij mee ben, want dat wil ik echt al uitproberen, heb ik de Sylvie Meis masker gekregen. Le Masque. Dus ik ben hier echt zo benieuwd naar. Verder nog een pakketje gekregen van LA Sisters. Met één zo'n strakke trui. Die vond ik echt heel erg cute. En ik heb een sweater in de kleur babyblauw. En het is echt mijn lievelingskleur. I love it. Vind ik echt zo leuk. En ik krijg hier ook nog de roze versie van. Ze hebben die pastelkleurtjes sweaters. Vinden ze echt geweldig. En die man ook. Ze is net weg. En toen ging hij naar de Appie om ontbijt van zichzelf te halen. Voordat hij naar zijn eerste afspraak ging. En toen kwam hij opeens naar boven. En hij wilde aan. En ik dacht, oh nee, niet weer een buurman of een postbode. Maar hij nam dit mee. Zo cute. Echt. Echt cute. Terwijl we vandaag hadden afgesproken om gewoon helemaal niks voor elkaar te kopen en niks voor elkaar te doen. Dus het is echt een heel lief gebaar. Ik heb trouwens mijn nieuwe trui aan van LA Sisters. En hij is echt oversized. Het is een maatje S. En hij valt best wel, zeg maar, groot. Dus het is wel heel erg fijn en lekkere dikke stof. Echt, deze kleur is echt mijn favoriet ever. Babyblauw. Ik was net even mijn telefoon aan het checken en ik zag dus dat kookvideo van mij en Nessim tegen Keizer nu online staat op Dit Is First. En ik ben echt heel erg benieuwd, want ik heb het nog niet gezien. En ze zeiden al dat ze het met Valentijnsdag online zouden gooien, maar ik was het helemaal vergeten, joh. En ik zag het opeens online bij Dit Is First. Ik ga zo echt helemaal kijken. Ik ben echt benieuwd. Ik ben ook echt benieuwd wie jullie denken dat heeft gewonnen in de video. Laat het hieronder weten. Ik ga ook een link hieronder zetten van de video zelf. Oké, ik moet nog 2 pakketjes ophalen en ik moet 1 pakketje ertoe sturen. Dus ik ben vandaag nogal bezig met pakketjes. Ik was dus helemaal vergeten dat ik geen auto meer heb. En dat ik dus mijn pakketjes bij de DHL helemaal niet kan ophalen. Toen dacht ik, nou, wat ga ik doen? Ik voel me eigenlijk best wel lekker. Het is super lekker weer. Ik wil ervan genieten. Dus ik heb gewoon besloten om even naar een parkje toe te lopen. En gewoon hier lekker te wandelen. Ik heb het echt nog nooit gedaan, maar ik voel me nu echt zo lekker. Het is echt zo'n lekker weer. Ik ben gewoon echt aan het genieten nu. Best wel lang geleden dat het zo'n lekker weer was. Dus ik ga er echt optimaal van genieten. Ik denk dat ik gewoon even lekker een stukje ga lopen. En dat ik daarna gewoon even bij de eerste beste cafeetje of zo een koffietje ga drinken of zo. Tot Nessie thuis is en dan kan ik waarschijnlijk nog iets van 2 uur met hem zijn. En daarna heeft hij een optreden. Dus hij vroeg mij wel of ik mee wou naar de optreden. Maar ja, hij moet 3 uur rijden erheen.
en 3 uur weer terug. Dus ik weet niet of ik daar heel veel zin in heb. Oh, maar dit maakt me wel gelukkig. Het is wel een mooie Valentijnsdag toch? Ook al ben ik al niet met Nessie, het is gewoon een mooie dag. Inmiddels is Nessie terug. Ik kom net van de kapper, bij haar ziet er heel raar uit nu. Hoezo? Ik lijk op één gladde Turk. Nee joh. En ik heb ook een kleinigheidje voor Nessie gekocht. Ik kom met de auto dus niet weg, dus ik moest in de buurt maar wat halen. Dus nu heb ik echt iets grappigs gehaald. Habibi. Hoeft er niet hoor. Dit is cadeautjes voor jou. Pak maar uit! Cadeautjes? Ja. Hij gaat mijn cadeautje wel uitlachen. Ja. Abonnement. We hebben een taart gebakken met de keizer. Abonnement. En? Dit zijn mijn Valentijns cadeautjes voor jou. Ik vind jou lief. Ik vind jou ook lief, hè? We zijn naar de woonboulevard gereden, want ik wil heel graag een heel mooie vaas kopen voor in mijn huis. Maar ze zijn net gesloten. Een heel pronto wonen. Pronto wonen, wat is dat? Een vaas. Dan zie je een vaas, dan is die open. Inmiddels weer thuis, bijna weer donker. Ik heb samen met Nessie mijn pakketje opgehaald bij een DHL-punt. Ik kon er helaas alleen niet heen. Ik heb bij de Bershka laatst 2 paar laarzen gehaald. Eentje van de nieuwe collectie, die had ik toen in België gezien. Maar ze hadden daar dus wel een maat 36 van, alleen maar 1 paar. Of ja, 1 schoen zeg maar. Dus die andere schoen hadden ze dus niet in de winkel liggen. Kapot raar. En dat was dus deze schoen. Eerlijk, ik draag altijd zeg maar wel van die enkellaarzen, maar een beetje, ja, ja, een beetje saai. En ik wou een beetje wat stoerder. Dus deze vond ik echt vet. En die had ik gepast. Hij stond gewoon perfect. Alles was perfect, maar 1 stuk dus. Dus ik heb hem nabesteld op Bershka van een nieuwe collectie, maat 36. Ik ben hier echt blij mee. Is echt ideaal voor de kleintjes. Voor de kleine vrouwen. En daarnaast, ik moest nog 5 euro bijbestellen om een gratis verzendkosten te krijgen. En ja, ik vind het dan zonde dat je dan verzendkosten betaalt in plaats van een product uit de sale. Dus ik ging kijken in de sale. En dan had je echt heel veel schoenen in de sale bij Bershka. Echt een aanrader om naar te kijken. En toen vond ik dus deze laars. En wat ik heel erg leuk vond aan deze laars. Deze lijkt trouwens wel heel groot. Maar is gewoon een maat 36. Is de hak. Vond ik heel erg tof. En de punt. Het is echt zo'n puntschoen. I like it. Ik heb nog niet zoiets. Dus dit vult mijn laarzencollectie ook een beetje aan. En deze was maar 15 euro destijds. Want hij zit al een tijdje bij de DHL-punt. Volgens mij is die inmiddels al 10 euro. Nou, dat is gewoon een mooie schoen, toch? Ik ben er heel erg blij mee. Het zijn gewoon lekkere casual laarsjes. Ik heb er nu al zin in dat ik zo'n jurk draag en dan panty eronder en dan deze laars eronder. Maakt alles net iets stoerder of zo. Oh, en deze katten willen een beetje aandacht. Oh, waarom ben je zo nat? Waarom is jouw hand nat? Lira is zo lief en braaf vergeleken met Dina. Dina is echt een duivel. Nessie, wat ben je aan het doen? Ik ben op Instagram een foto geplaatst. Ben je op Instagram een foto geplaatst? Ja. Voor wat? Van ons? Laat het zien. Even kijken welke foto ik heb geplaatst. Oh, zo cute, zo cute. Even lezen wat hij eronder heeft gezet. Hij had heel erg veel zin in sushi en hij moet zo binnen een half uur vertrekken. Dus hij is nu even snel sushi voor zichzelf gaan halen. We wilden eigenlijk samen gaan eten, maar ja, hij moet zo snel weg en ik kan geen sushi eten. En hij had daar heel erg veel zin in, dus ik dacht, ga gewoon lekker sushi voor jezelf halen, joh, boeiend. Ik maak gewoon iets makkelijks voor mezelf. Ik heb besloten om vandaag courgetti voor de eerste keer voor mezelf te maken. Het is dus spaghetti gemaakt van courgette. Dus ik ga het uitproberen samen met garnalen.
Ik ben echt benieuwd of het lekker gaat worden. Nu wordt het een beetje. Ik heb hier ui en knoflook gesneden. Ik weet ook niet waarom ik de ui zo raar heb gesneden. Dat doe ik echt nooit. Maar goed, ik heb de pis heel raar gesneden. En dit komt er allemaal in. Hoe noem je dit? Aji biber. Het is wel pittig. Zout, peper, Italiaanse kruiden en de 7 mixkruiden, spinazie en tomaat. Dat klinkt nu heel goed in mijn oren. Nu heeft de courgette van me gehaald. Het ziet er zo uit. Snitje mijn DNA, maar de dingen die er in je DM staan, die zijn er toch helemaal niet veilig. Ik zei oh na 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 na, ik weet niet van hem, maar weet wel van haar. Telefoon zonder melding aan, daarom speelt ze zo heilig. Ik zei oh na na na. Nou. Dit ziet er toch helemaal niet zo verkeerd uit. Alleen ik denk dat de courgette iets minder lang op de vuur moest. Maar het ziet er echt gruwelijk uit. En het ruikt heel erg lekker, omdat ik het heel erg lekker heb gekruid. Dus ik ben benieuwd. Misschien ga ik het vaker eten. Mensen, ik moet jammer genoeg naar mijn optreden toe gaan. Weet je waar Groningen is? Ja. Ik moet nog daarboven. Ik moet 3 uur rijden naar een optreden en dan weer 3 uur terug. Ja. Maar... ik hou van je en we gaan deze Valentijn gaan we nog goed maken. Dan gaan we gewoon iets leuks doen, toch? Ja. Okay. Love you. Box. Oké, box hoor. Inmiddels is Esmee hier en wij gaan samen Temptation kijken. Waarom? Ja, ze moeten zo doen. En het is ook gewoon gelijk 2 afleveringen, dat wisten wij niet. Maar we wisten niet dat op tv kwam, joh. Wij zijn inmiddels in de stad, want wij hebben het niet. We hebben een oma date. Ik zei tegen Nassim, ik ga op date met Esmee voor Valentijn en toen noemde hij ons lesbi. Ja. Oké, lesbi oma. Lesbi oma's, wat we thee gaan drinken, echt super ja, leuk. Wij zijn toch zonder mannen en dan gaan we lekker samen. Ja. Zo gezellig. Ik vind het leuk en ik ga taart eten. Oh, jij mag Mienke niet. Oh, dit is eigenlijk echt maak zielig. Maakt niet uit, ik ga iets anders nemen op de kaart. Zie jullie zo. Hoor. Dag. Dag. Oh, dag. 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 Kijk hoe cute! Je krijgt hier zelfs een roosje. Zo, ik ben net thuis, was super gezellig. Ik heb een Valentijnsavond met Esmee gevierd. Bij Dudok kon ik eigenlijk niks eten of drinken. Dus behalve spa blauw, dus dat vond ik nogal saai. Dus we zijn toen daarna naar een ander tentje gegaan. Ik weet eigenlijk niet hoe het tentje heet, maar dat was super gezellig. En super druk, allemaal stelletjes natuurlijk. Ballonnen met hartjes, echt gezellig. En we hebben daar een salade gedeeld. En toen heb ik toch nog voor een spa blauw gekozen. Want ja, cocktails kan niet. Virgin mojito's, ik kan eigenlijk niks nemen. Maar dat vond ik echt helemaal niet erg, want ik heb er echt totaal geen behoefte aan. Dus prima allemaal. Nog steeds gezond bezig. Ik ben heel erg blij. Ik ga nu even in een badjas op de bank liggen. En dan Temptation aflevering 2 bekijken. Want we hebben al in de eerste aflevering gekeken. En die was best wel saai. En ik hoop dat de tweede aflevering wat leuk was. En die ga ik nu even kijken. Ik stuur jullie straks weer.